deze toeter. Die werd gebruikt als mensen te ver tegen. Nou, ik sta hier op Scheveningen, zeggen we dan, bij een prachtige tentoonstelling. En ik kom hier prachtige beelden tegen. En de kunstenares staat hier voor me. Hoe lang maakt u al dit soort prachtige beelden? Oh, dan moet ik even denken. Een jaar of 10. Het was een oude hobby, die heb ik wel opgepakt. Deze expositie gaat gestart onder de naam Scheveningen Anders Bekeken. En dat zijn drie kunstenaars, we weten natuurlijk allemaal wel van de kunstenaars op Scheveningen. Naast schilderijen zijn hier ook foto's die iets te maken hebben met de zee. Waar heeft u uw inspiratie vandaan gehaald? Nou, u heeft het net zelf gezegd, uit de zee. Ja. Dat is wel heel. Dat is voor mij toch wel echt een bron van inspiratie. U kunt het ook redelijk duidelijk zien. De weersomstandigheden spelen natuurlijk een rol mee. Maar opkomend water, harde oosterstorm, mist, zonsondergang hebben in dit verband echt wel degelijk zijn een aanleiding geweest voor deze series. Nou, ik zit hier bij Anneloes. Ook zij heeft prachtige werk hier in de kerk hangen. Hoe voelt dat nou om je kunst hier te hebben hangen? Ja, ik vind het een hele eer om het in het historische hart van Scheveningen te mogen exposeren. En zeker in dit oudste gebouw. Bent u altijd beeldhouwer geweest? Oeh, nee, ik heb een hele carrière achter de rug. Dus het is nu een beetje bijkomen, zeg maar, in de kunst? Ja, precies, precies. En fotografeert u ouderwets met rolletjes en dat soort dingen? Of digitaal? Als ik het ouderwets doe, doe ik het gelijk heel ouderwets. Want ik heb nog een, voor kenners, een Linhof platencamera die ik heel af en toe gebruik. Maar verder werk ik digitaal. Dus wat u hier ziet is allemaal digitaal. Maar ik vind ook de combinatie zo mooi. Schilderijen, foto's en sculpturen. Ja, dat is gewoon een keuze, maar hetzelfde thema. Dus wij willen zowel de waardering voor het oude in de beelden als eigenlijk onzichtbare feiten als gewoon aandacht vragen voor een bepaalde plek. Dus er verandert heel veel. Maar ze hebben het ook zelf op een andere manier bekeken. En er zijn dus, het mooie is dat ze allemaal andere takken van sport geoefend hebben. Om het maar even zo te zeggen. Sport is tegenwoordig in, dat moet je ook even noemen. En het gaat natuurlijk over een olieverfstof bij van een fotowerk van de schepers. Mooie naam hier, twee keer zitten. En dan komt dat, die ook op Scheveningen natuurlijk, maar wordt dat zeker.
En hoe lang bent u met zo'n beeldje bezig? Want die is niet gauw klaar, denk ik. De gezichten, dat is altijd een... op zo'n gezichtje kan ik dagen zitten tot het uiteindelijk is geworden wat ik wil uitdrukken, eigenlijk. Veel hoogbouw, bedrijven gaan weg, sociale woningbouw verdwijnt. Dat zit eigenlijk overal eigenlijk wel een beetje achter. Ik vertelde net over het prachtige echtpaar wat hier staat. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, we hadden een foto van de grootouders van mijn man. En dat was zo'n mooie compositie. Dat heb ik altijd al heel graag willen maken. Heb ik eerst een modelletje gemaakt. Dat staat daaronder. Ja. Om te kijken hoe het uitpakt, zo'n compositie. Want het is een foto, maar natuurlijk tweedimensionaal. En later ben ik begonnen met de grote uitvoering. Zo is het gekomen. Dus u heeft wel, zeg maar, de natuurlijke vorm in die fotografie gevonden? Ja, dat kunnen we rustig stellen. Ik doe ook wel heel ander werk. Ik kom van oorsprong uit de reclame. En moet ik proberen om dat opleuk sausje, om het maar zo te zeggen, wat er altijd overheen ligt, om dat een beetje kwijt te raken en meer een eigen handschrift te krijgen. Dat blijft moeilijk. Doe mijn best. Ja, de zee is dus duidelijk een, of de, zeg maar, de hele kust is duidelijk een inspiratiebron. Maar er zijn ook heel andere dingen die ik doe. Modefotografie doe ik wat aan. Packshots. Noem het. Het is alleen zo dat ik doe het meeste autonoom tegenwoordig. In opdracht alleen als die opdracht heel erg leuk is. Dat is de beste optie. Het is ook leuk van beeld houden, vind ik. Het is mijn favoriete tak van kunst. Omdat zodra het licht verandert, is het anders. Of het nou kunstlicht is of natuurlijk licht. Het is steeds anders. Maar daarom lijkt het ook wel best moeilijk om van een foto een 3D-vorm te zien te creëren. Nou, de compositie had ik dus van die foto. En ik heb natuurlijk heel veel foto's waar zij op staan. Okay. Dus de portretten, ja, daar ben ik wel even aan bezig geweest. Ja, ik vind het ook leuk. In jouw schilderijen zie je nog een beetje de knussigheid plaatsmaken voor het beton, zeg maar. Nou ja, in de loop der jaren heb ik natuurlijk van de ambachten, de nettenboetersolders en de kuiperij, echte visserijschepen, zie je dus nu vanaf de jaren 80 al, hoor, steeds meer jachten, zodat het nu eigenlijk bijna één groot recreatieveld is geworden. Dus je moet opkomen toch wel voor de visserij. En zeker als ik iemand tegenkom en ze willen een promotiefilm over Scheveningen maken en
vraag ik, ken je de oude kerk? En dan kennen ze het niet meer. Ook bekende mensen op Scheveningen kennen gewoon de oude kerk niet meer op Scheveningen. En dat vind ik heel, meer activiteiten, meer onder de aandacht brengen. Ja, maar ik ben niet meer zo'n strijder. Hoor. En bent u gauw tevreden als je een beeldje maakt? Helemaal niet. Achteraf weer niet. Zo gaat dat. Ja, maar dat is gewoon kunstenaars eigen, hè? Dat een beeldje nooit af is. Ja, ik wil me niet vergelijken met een kunstenaar.